video vandaag. Zaterdag 13 april. En gisteren is mijn tijdschrift uitgekomen en mijn online platform zijofgaar.nl online gegaan. Ik hoop dat jullie al het tijdschrift hebben besteld. En die niet kan, dat zeker in de shop van zijofhaar.nl. De shop is trouwens heel erg veilig. Gewoon je krijgt het gewoon en daar betaal je gewoon via overschrijving met je bank naar keuze. En dan stuur ik jullie het tijdschrift digitaal door. Dus dat is echt super handig. Maar misschien is nu de vraag voor me. Je had al twee YouTube kanalen. Girlline en Girllife. Je had een blog, Girlline. Je had een tijdschrift bloggen. Waarom heb je daar helemaal over elkaar gegooid? Door elkaar gegooid? Of weggegooid? Wel simpel. Ik wou echt een platform worden met blogger. Ik wou meer dan alleen een tijdschrift voor en door bloggers zijn. Ik wou echt allerlei dames aanspreken. Ik wil wel nog altijd dat tijdschrift volledig wordt gemaakt door bloggers. Of toch voor een groot deel gemaakt wordt door bloggers. Ik probeer ook illustratrices de kans te geven die redelijk klein zijn om een ding te komen doen in mijn tijdschrift. En dat vind ik gewoon leuk om jonge mensen die kans te geven. Ik wou ook echt groter worden. Ik wou er een tijdschrift met een online tijdschrift aan koppelen. Dus daarom ben ik Zij of Haar begonnen. Omdat dat met Zij of Haar echt gewoon kon. Het was niet gewoon. Want bij een blogger had ik het idee dat het magazine 4 keer per jaar uitkwam. En daar bleef het bij. En met Zij of Haar wil ik het echt iets permanents maken. Iets die mijn blog, die regelmatig dingen post. En eigenlijk het persoonlijke heb ik uit Girlline gehaald. En breder gemaakt en gastbloggers toegevoegd. En zo ben ik tot Zij of Haar gekomen. Omdat de blog van Girlline al weg was. En ik wou ook gewoon geen twee YouTube kanalen meer hoeven te onderhouden. Want dat is super veel werk. Heb ik besloten om er echt voorbevlogs van te maken. Dan heb je aan het dagelijkse vloggen, maar die eigenlijk niet volledig dagelijks is. Er zijn 2 dagen in de week dat ik niet vlog. Maar ik wil wel elke dag een YouTube video online zetten. Dus ik heb dat gecombineerd, maar ook gewone video's. En dat vond ik wel echt heel fijn werken. Omdat je niet de drang hebt om elke dag te vloggen. Je hoeft ook niet super veel vlogs editen. Het is gewoon gecombineerd. En ik ben daar misschien nog niet volledig aan uit. Want ook afgelopen week zijn er heel weinig vlogs online gekomen. Omdat ik daar nog een beetje mee aan het spelen ben met dat schema. Gewoon omdat het, omdat ik de afgelopen weken zo hard gefocust was op zelfvaart. Dat ik iets te weinig tijd heb gestoken om mijn vlogs online te gooien. Want ik had er wel al bewerkt. Dat is stom, maar ik heb ze gewoon niet online gegooid. Dat is wel irritant. Vooral omdat ik heel wat materiaal heb. En ik ben nu nog vlogs aan het uploaden. Ik heb gefilmd in februari. Dus dat is misschien ook wel raar dat jullie enkele maanden achterkomen op mijn leven. Het gaat vooral raar zijn als ik het zal hebben over Zij of Haar. Maar wat ook wel heel leuk was, dat ze eigenlijk achterkomen. Omdat ik daardoor heel veel meer van het proces van Zij of Haar kon filmen. Omdat ik weet, dit moet niet geheim gehouden worden. Omdat het toch al online staat. Dus dat vond ik wel tof. Ik denk dat misschien een goed idee is om een keer tijdschrift erbij te halen. De mensen die mijn live hebben gezien, hebben dit heel uitgebreid gezien. Maar ik wil het toch nog heel kort een keer tonen hier in de video. Gewoon omdat ik hoop dat veel mensen het tijdschrift gaan kopen. En veel mensen de site gaan bezoeken. Dus een momentje. Uiteraard ligt mijn tablet beneden. Dus ik ga het eventjes
op mijn MacBook moeten tonen. Dit is de cover van het tijdschrift. Dit is de eerste pagina. Dit is de tweede met een column. En dit is dan de derde. Maar de inhoudstafel. Ik ga eventjes dichter tonen, dat jullie hem volledig kunnen zien, de inhoudstafel. Zo weten jullie een beetje wat in het tijdschrift zit en wat jullie ervan kunnen verwachten. Ik kan zeggen dat het een hele goede mix is. Dus het verschillende thema's, zowel reizen komt er aan bod, receptjes komen er aan bod, vegan en non-vegan receptjes, huis-DIY's en nog veel meer. Het is echt een heel leuk tijdschrift geworden. Ik vind het ook redelijk professioneel geworden, wat ik ook heel erg belangrijk vond bij het maken van het tijdschrift. En daarnaast heb ik natuurlijk de site gelaunched. Gisteren. Zo ziet de site eruit. Hier met de verschillende thema's. Hier heb je ook de shop. En hier heb je dan de nieuwste berichten. Momenteel staan er de 12 leukste metrohaltes in Stockholm op als blogbericht. En de review van de Jane Iredale Smooth Fair Facial Primer. Dat zijn twee blogberichten die ik al heel eind geleden heb geschreven en die eigenlijk online komen. Straks gooi ik er ook nog een boekreview bij. Dus normaal ga je die ook kunnen lezen op het moment dat jullie deze video hebben gekeken. Dus ik zet sowieso de linkjes naar mijn website en naar de shop van mijn website hieronder in deze video. En hopelijk zien jullie iets meer mee waarom ik de keuze heb gemaakt om Girl Line en Girl Life achter te laten. En fotovlogs te beginnen en zelfvraag te beginnen. Toodles!